allemaal weer. Welkom terug bij Peggy's Daphoor. Vandaag gaan we iets vegetarisch maken. Het is namelijk pepes tempeh. Het is van tempeh, gestoomd in bananenblad. Ik laat jullie zien, de ingrediënten heb ik al klaargelegd. Ik draai even om het jullie te laten zien. We hebben nodig een tempeh. Bananenblad om straks het mengsel in te stomen. Wat tandenstokertjes om het bananenblad straks mee vast te maken. 3 uitjes, 3 teentjes knoflook, een klein tomaatje, een stukje gula java, 4 kamirinoten, 4 Spaanse pepers, lombok, een eitje, bouillonblok, stukje katoenbar, een theelepeltje, zout, peper, een lepeltje, theelepeltje cognet en voor de liefhebbers kamangi, oftewel citroenbasilicum. Als het mengsel straks in het blad zit, hebben wij de volgende ingrediënten nodig. Dat is salam, laos, seré, taunjeruk purut en wat rabiet. Al het mengsel gaan we zo meteen fijn maken in de chobek. We gaan de tempeh met de oelek fijn maken. Andere ingrediënten stop ik in een foodprocessortje. Deze snij ik even een beetje kleiner. Zout en peper erbij. En daar. Wat kun je? Zo, even goed door elkaar doen. Doen tempeh hierin. En dan gaat het mengsel bij. Als je niet van tempeh houdt, dan kan je hetzelfde doen met tahoe. Je kan het ook van makreel doen. Dus makreelfilet in plaats van tempeh. Maar dan laat je natuurlijk de makreelfilet wel heel, hè? Want je gaat hem niet fijn maken. Dat is alles. Goed door elkaar. Als je goed mengt, daarbij doen wij het eitje. Vullen we een pisangblad. Als je hem niet zo dik maakt, dan hoef je hem ook niet zo lang te stomen. We maken het een beetje. Kamangi, die doen we er een beetje in.
zo. Hoeft natuurlijk niet, hè. Je kan het ook zonder kamangi maken. En wat we er dan bij doen. Dat is een stukje sirig. Als je van heet houdt, lekker nog een extra rabbit. We doen er bovenop een duimpje poot. En een salam. Ik kan aan de andere kant nog een stukje sirig doen. Vouwen het netjes op. En we maken hem dicht. Het tandenstokertje. Ik heb ze nu allemaal in een bananenblad gedaan. En dan gaan we nu, ik heb de stomer aanstaan. Het is goed heet nu. Leggen ze erin. Mijn stoompan is klein. Laten we ze 15 à 20 minuten stomen. We zijn 20 minuutjes verder. Dan denk je, oh, we zijn klaar. Nee, we zijn niet klaar, want we gaan ze in de grillpan doen. Dan laten we ze aan beide kanten bruin worden. Ik zal alvast een eruit nemen. Een schaaltje. Dit is geworden. De sirig en de laurels, die haal je eruit. Die eet je natuurlijk niet op, hè. Hetzelfde geldt voor de laurels en de salam. Ik zou zeggen, slam het makkelijk.